Dezelfde sector, verschillende perspectieven. Vanaf 1 juni mocht de horeca weer open, maar dat heeft niet voor iedereen dezelfde gevolgen. Zo openen cafés voorzichtig weer de deuren, maar bijvoorbeeld nachtclubs blijven dicht. Neem nachtclub Oost. Ze mogen wel open, maar echt zin heeft dat niet. Misschien gaan we nog een soort van Oost-café-idee doen. Alleen ik zie dat niet werken voor meerdere keren. Misschien is het een keer leuk om 1 keer te doen of een paar keer per maand. Plus daarbij zijn zulke lage aantallen dat je nooit helemaal je omzet haalt die je zou moeten halen. En de kosten om een club open te doen is best wel hoog namelijk. Op andere plekken gaat het juist wel goed. Zoals bij Café Dorst in de Peperstraat. Toen hebben we de eerste week besloten om niet open te gaan, maar wel om in de stad rond te kijken van oké, wie is wel open, hoe doen ze dat, wat is de vibe en is dat leuk vooral. En toen bleek dat best wel leuk te kunnen zijn. En toen zijn we sinds woensdag zijn we weer open gegaan. We hebben niets te klagen over de eerste 2 dagen. Het was hartstikke gezellig en druk en veel vaste gasten over de vloer gehad. Die ook oprecht blij waren dat we weer open waren en flink hebben gezopen ook vooral. Nachtburgemeester Merlijn Polman ziet ook dat de regels voor iedereen een andere uitwerking hebben en verwacht meer steun van de overheid. Vooral van een overheid met partijen die beweren dat ze er voor de ondernemers zijn. Nou, als je een ondernemer bent die minder dan 1 miljoen per jaar verdient, dan word je gewoon keihard genaaid door deze overheid. En helemaal met die coronawet die eraan komt, als die wordt doorgevoerd, dan is het gewoon game over voor de sector eigenlijk. En dus ik denk het allerbelangrijkste is voor de horeca, maar gewoon in het algemeen, dat die wet niet wordt doorgevoerd. In die wet waar Merlijn het over heeft, wil het kabinet de tijdelijke noodverordeningen vastleggen. Zoals bijvoorbeeld het verplicht afstand houden. Als dat zo is, dan bestaan clubs niet meer, denk ik. Dan de hele clubcultuur is dan wel weggevaagd, waar in principe heel Nederland natuurlijk best wel voor staat. Als die 1,5 meter wet erin komt, dan zijn we gewoon het hele jaar zacht gezegd de lul. En ja, dan gaan er zoveel tenten die moeten sluiten, omdat de overheid ze gewoon ook niet echt ondersteunt. Ik vind dat mensen er een beetje te makkelijk mee omgaan dat die maatregelen maar zo worden opgelegd op basis van heel weinig informatie en heel weinig gronden onderzoeken. Dus iedereen gaat er heel makkelijk mee om, vind ik. Terwijl toch de hele economie en de hele culturele sector toch eigenlijk helemaal lam wordt gelegd. En ik denk dat Nederland daar toch wel anders mee om kan gaan. En ik ben zelf niet aangewezen persoon om te zeggen dit zouden we moeten doen. Ik denk alleen wel dat het de moeite waard is om te onderzoeken wat de andere opties zouden kunnen zijn. Stiekem hopen we, ik en waarschijnlijk heel veel mensen, dat er dinsdag versnelde versoepelingen komen voor de horeca. Alleen ja, toen ik daarover nadacht, dacht ik van oké, stel je doet dat, dan heb je weer heel festivalland op je dak. En dan is het weer meten met 2 maten en dat soort dingen. Maar goed, dat zijn we onderhand wel een beetje gewend van de politiek. En laten we dus met z'n allen hopen dat we deze 2 maanden even doorkomen en dat we vanaf september gewoon weer los kunnen. Dus dat moeten we samen doen, zoals oma Mark altijd zegt. Maar dan echt en niet zoals hij maar doet alsof.